Goedemorgen, wij checken vandaag uit dit huis. Gregor is nu karton wegbrengen en Dennis is spullen erover kan brengen. Het is nogal wat. Twee kinderen, alles chaos. Maar het gaat lukken. Hoi! Dit zijn mijn tasjes. Even kijken, dit is allemaal nu klaar. Keuken is klaar, er ligt klaar. Wel een zakje. Buiten, klaar. Oh mijn hemel, deze kamers hebben we niet gebruikt. Deze. Oh my god. De vlogcamera is bijna leeg. Bloed, zweet en tranen. Spullen zijn hier. Karton is weggebracht voor een deel. Is de vlogcamera bijna leeg? De batterij en de lader. De batterij zit ergens in een van deze koffers. Die ga ik nu zoeken. Yay. Wat een avontuur. We zijn eruit. Bij de overkant. Schoonmakers zijn bezig. We hebben zet ontmoet. Super lieve mensen. Lucia is met de kleintjes bezig. Oké. Ik ga nu laten zoeken, want hij knippert rood. Totale chaos, maar we zijn er. Er moet meer karton weg en ik moet nu deze man overtuigen om hem mee te nemen. Het is gelukt. We are out. We zijn nu onderweg naar Disney Springs. Dat hebben we gepland voor vandaag. Dan komen we terug. Dan zijn schoonmakers ook klaar. En dan kunnen we verhuizen naar ons huis. Zeg maar echt de spullen neerleggen in de kast en zo. En ja. Ik weet al dat je heel erg hebt gezweet dat je geit gewoon helemaal een beetje struk stikkie aan gaat. Je weet dat je gedoucht hebt. En nu gaan we Disney nog in. Ja, je weet dat je gedoucht hebt en dat je dan daarna zo hard gezweet hebt. Dus ik kan gewoon weer opnieuw douchen hoor. Mijn shirt was wel weg. Wij allemaal. Oh. Een beetje opgedroogd door de ijskoude airco. Zullen we geen foto's maken vandaag? Het lijkt me echt een heel stuk plat. Ik heb het ook niet klaar gemaakt. Het is de dag dat we foto's wilden maken, maar... Ja, dag. Nou, van het huis misschien, ja. Maar niet van onszelf, toch? Nee. Ik heb niet meer dag. Foto's van het huis moeten we later maken. Ja, weet je niet. Het is wel nu goed. Ja, nee, maar die lampen hangen nog niet. Die moet nog komen. Oh, ja, dat is waar. Oké. We gaan gewoon lekker naar Disney Springs. We gaan nu naar Disney Springs voor... Hey, heb je ook Saratoga Springs? Oh ja, voor wie het niet kent, Disney Springs is zeg maar het gratis park van Disney. Waar je kan shoppen. Het is een soort shoppingmall door Disney. Super leuk. Ik vind de vibe daar echt fantastisch. Echt een aanrader om sowieso een dagje in te gaan. Als je een lightsaber willen kopen of wat dan ook. Wat ja, je dan moet je kopen, naar, ja, dan ga je naar Disney Springs. En je wilt niet naar Disney, bij Disney gaan kopen. Ja, en meeslepen. Als je wil niet naar Disney, dan kun je die hier kopen. Ja, of je hebt geen tijd meer voor of zo. Ga dan naar Disney Springs. Absoluut waard om een dagje heen te gaan. Lekker chillen, lekker eten, lekker shoppen. Amateur Athletic Union. Ja, het is eigenlijk het vijfde park van Disney. En ik vind hem gewoon nog leuker dan Epcot en Hollywood Studios. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dus ja. Ja, ik had het wel echt heel leuk. Hollywood Studios ook, maar ik bedoel, ja. Ik vond de sfeer vond ik gewoon gezelliger ofzo. Kijk, twee kindjes, één schoen uit, ander ook schoen uit. Disney Springs. Guys, food. Yum, yum. Daar gaan we weer, guys. Och, die is te cute. Die is echt heel cute. Die is echt heel schattig, maar daar gaan we weer. De Amex kaart is geblokkeerd omdat we op de limiet zitten. Maar dat komt omdat we dus heel veel bij Amazon bestellen. En nu is het dus 35.000, maar dat komt omdat het interieur van het huis uit. Ik ken het echt gewoon. En dus ik bellen met Amex en zo. En ze zeiden van ja, over. Twee, het is nu de derde en de zesde gaat ik voor de creditcard afgeschreven. Dus ik zei, maar we zijn op vakantie, dus we hebben die kaart echt nodig. Dus nu moet ik betaling doen, maar ik heb mijn identifier niet bij me. Hier nu, door Disney Springs. Dus ik heb nu een link gehad en alles. En dan als we thuis zijn, ga ik dat betalen. Tot die tijd gebruik ik gewoon even de debitcard. Ook cute. Maar nu heb ik zoiets van... Alsof ik bijna... Ja, ik ben helemaal in de stress weer. Maar alsof ik soort van fraude heb gelegd, weten dat niet zo is. Maar een soort van, oh my god. Heel stressvol dit. Maar ik moest ook helemaal uitleggen waar we het voor hadden gebruikt. Wat ik begrijp, want we zijn... Het hoeft gewoon niet, weet je. Je hoeft helemaal niet zo stressvol te zijn. Je kan ook gewoon R2-D2 als... Hoofddeksel doen. Ja, Alumi hoedje. Okay. Nee, I'm good, thank you. Komt goed, ja, I know. Die Yoda-ketting en die Leia-ketting. Ja. Ja, toch vet. En hier, kijk nou. Deze, amazingness. En dit, Aristocats. Hoe vet is dat? En daarboven staat een tas. Ik vind die echt geweldig. Het kasteel. Oh, en daar heb je zo'n Epcot-tas. En nu was Masha patches kijken. Oh, ze zijn nu bij iets wat helemaal fluffy roze is. Oh my
god. Check deze. Crocs. Met gibbets er al in. Poefje, wil je deze? Kijk hoe mooi. Oh, cool, vet. Hè? Ik had deze dus gezien van Masha. Ja, ik denk ook wel dat die heel warm is, ja. Kijk hoe leuk die is, hé. En check deze. Och, is toch leuk als regenjas. En deze, ook echt amazing. Leuk. Oh, die moet ik even laten zien, een mosje. Wacht, let op. Oh, die is leuk. It's you. Ja, daar is hij weer. Deze man? Oh, 100 dollar. Ja, ik twijfel. Jongens, daar is hij weer en ik ga hem meenemen. En nu gaan we lightsabers kijken. Daar gaan we met de lightsaber. Ik keek naar Mace Windu, maar dit is Darth Maul. En Darth Maul betekent dat je aan allebei de kanten er eentje in kan doen. Oh, wauw. En ik heb een sticker gekregen. Hey, je mag... Ben ik de... Wat? Gun ik jou een lightsaber? Mag je het eindelijk? Mag ik eindelijk? Vorige keer was iedereen zo boos. Ga je voor me kopen met je creditcard? Ja, dat je geblokt is. You guys! Zij is blij hoor. Oh, en? Hij heeft hem. En de jas. Oh, helemaal in zijn jas. Voor de mensen die vragen welke ik heb gekocht, het staat hier gewoon. Mace Windu. En het is gewoon eigenlijk puur omdat ik toen in de film voor het eerst de paarse lightsaber zag, dacht ik die is zo mooi. Ja. Zo vet. Dus purple. Want je kan natuurlijk ook wel een Darth Vader kopen en dan een paarse saber volgens mij. Maar ja, dat voelt niet helemaal goed. Nou, yes. Oh, kijk hem blij zijn. Kijk hem blij zijn. Oh jongens, kijk die kerstballetjes. Kijk dan. Prachtig. Prachtig. Wow. Ja, met stroom. En we gaan terug naar huis. Dutjes zijn uitgeslapen. De schoonmakers als het goed is klaar. Slaap ze uitgedut, schoonmakers zijn klaar, maar ze gaan. Ik ben blij, we gaan dat ding aanzetten zo meteen. Welk ding? Lightsaber. Oh, sorry. Ik ga mijn jas aan doen, die veel te warm is voor nu. Update over het huis. Er moet een elektricien komen voor. Elektricien voor de lampen en fans. De draaiventilatoren, zeg maar boven. Ja. In eerste instantie dachten we zeg maar, dat het team dat zelf wil doen, maar toen vertelde Michiel van nee, dat moet een elektricien doen. Heeft te maken met verzekering en zo. Nou ja, dan heb je iemand kan je bewijzen ja, dat echt een elektricien dat ook heeft gedaan en zo. Maar die kan dus pas maandag. Dus het huis is. Elektricien. Elektricien kan pas waarschijnlijk maandag. Ze gaan kijken of het lukt morgen. Maar dat heeft weer te maken met dat je hebt zeg maar in de keuken zo'n ding, weet je wel, waar je hand in kan doen die je hand dan kapot hakt. Maar ook eten kan je erin doen en zo. Wat dan dat ding. Nee. Je doet er geen eten in. Je doet er letterlijk het mini restje ei wat je nog hebt. Ja precies. Dus op je bord nog restjes hebt. Het is niet de bedoeling dat je er eten in. Dus je hele maaltijd in schuift. Maar ik ben bang dat mijn hand daarin gaat. Maar en dan druk je op knop en dan hakt hij dat. Maar dat moest dus nog geïnstalleerd worden. Dus daar hebben we eerst op moeten wachten. Daarna kon pas de elektricien komen. En nu kan hij dus maandag. Maar Lucia en Dennis vliegen zondagavond terug. Wij vliegen maandag terug. Dus we gaan die redden. Om dan het huis volledig af op beeld te krijgen. Behalve als hij morgen kan. Dus we gaan kijken of het lukt. Maar ze kunnen niks beloven. Als je Lucien heet, ben je met elektricien binnen. Elektri-Lucien. Elektri-Lucien. Maar dit heeft allemaal te maken met schema's van verschillende mensen en alles. Dit is niet iets wat zeg maar... Mensen bij de Champs-Élysées dat ja, je bent gewoon afhankelijk van andere mensen in schema wat dat betreft. Dus dat zou betekenen dat als wij wegvliegen dat het huis nog niet af is, dan hangen bepaalde lampen in de ventilatoren. Dan moet je een goede elektricien dan in. Elektri-Chappie. Nee, elektri-Fariel. Oh, hij woont hier wel. Oh. Wat betekent dat hij niet af is? Maar dat vind ik op zich nog niet erg. Want wij willen dus toch of een kerst of een rally gaan. En dan zouden we dan de laatste puntje op de i kunnen doen. Dan kan de elektricien komen wanneer wij er dan zijn. En dan zouden we dan... Want we missen ook nog een matras. Wat ik niet heb kunnen bestellen bij Mattress Firm. Dat ging allemaal niet. Blablabla. Dat zouden we dan of nu snel moeten halen. Hopen dat we het mee krijgen. Of dan
binnenkrijgen. Dus dat is het. Elektriciteit. Oh, en de squiggly spiegels zijn er allebei nog niet. Nou, eentje is gewoon weg. Eentje is weg. Die is ergens, maar die is weg. En die andere die is zogenaamd nog onderweg, als die grote dure. De kleine versie, de 200 ja, ook die, duur. Ja, die is al sinds 26 oktober. Onderweg hier of zo. Onderweg in Amerika. Maar ja, het is een beetje. Het is inmiddels het derde? De derde, ja. Ik heb een hard hoofd in dat het nog aankomt. Ja, dan moeten we dus een claim. Hé, daar is wel eens de speeltuin. In het voetbalveld. Oh, mooi. Ja, we zijn bijna thuis. Dus dat zijn zeg maar de laatste afstyling dingetjes. Wellicht dat we dat hier aan doen. Dat we nu wel al even voor Beauty Gloss video maken. Alla, dit is tot nu toe bijna af. Maar de puntjes op die komen dan. Misschien kunnen we dan met elkaar daar staan, toch? Op de parkeerplek hier nu. Dat kan wel, toch? Of niet? Makkelijk, denk ik. Ja. Oh, ijsje eten. Ze hebben schoongemaakt. Oh, het ruikt me toch goed. Oh, lekker. Oh. Doe je schoenen lekker uit, schat. Doe maar, moppie. Oh, guys. Oh, nee, ik ga voor Beauty Plus dit losfilmen. Dit is zo insane. Oh, we moeten het nog even het laatste puntje op de i doen. En morgen komt gelukkig de elektricien. Yay! Maar dan gaan we Beauty Gloss ook filmen. Of vanavond mukbang. Ik denk, ik wilde eigenlijk met Craig opnemen. Maar misschien is het leuk om met Lucia op te nemen samen. Dat we praten over interieurdingen en zo. En dan die week daarna de reveal video, zeg maar. Oh my god, het is zo... Ik kan het eigenlijk wel al nu in de vlog laten zien. Want die andere video is eerder live. I can't. Oh. Eerst even dingen in de kast leggen. Het voelt ook echt als thuiskomen of zo. Heel gek. Oh my god. Voor het eerst koken in onze keuken. Of koken. Echt voor de kleintjes snel wat maken. Want ik ga met Lucia samen mukbang opnemen. Dus gezellig. Zij zijn allemaal flinkje en klaar en alles. Ik heb nog mijn basic. Nee hoor, ik kom zo hard zwemmen. Oh. Ik mis echt kleuren. Ja. Ze zitten zo cute samen Peppa Pig te kijken. Ja. Zo, de kindjes. Gaat het goed, hè? Ja, dit is voor jou, schat. Die herken je wel, hè? Want die worden bij thuis ook. Oké, er komt nu een wc te zien die ik nog niet heb gezien. Oh, wat vet! Oh, wat leuk! Oh, kijk, dit doen ze er zo mee. Ja, klopt. Dat is gewoon dus anders. En de grap is... Ja. Dit. Oh, wat lachen. Cute. Ja, dit is leuk. Oh, heel leuk. Oh, vet. Oeh, wij gaan samen mukbang opnemen. Hoe leuk. Alleen, we zijn nog even aan het zoeken naar een goed plekje. Hier hangt nog geen lamp. Dus hier is het wat donkerder. Maar het kan eventueel ook bij die tafel. Maar nu is het wel weer meteen heel erg... Ja, maar je ziet op zich niet heel veel op de achtergrond. Eigenlijk een klein stukje. Dus op zich is dit ook grappig. Mm-hmm. Juist daar. We kunnen ook zo gaan zitten. Maar, of hier inderdaad, dat je deze... Ja, ik denk dat dit leuk is om te zien. Het enige is, hij is vrij donker. Als ik nu zo kijk, zou het vrij donker moeten eten. Mm-hmm. Oh, maar het is wel vet, hé. Oh, je ziet ja, de planten. Die is dicht eigenlijk zo. Precies die spiegels en dit. Dat. Zo, eigenlijk precies op die vaas. Is deze vastgeblijft nee, of niet? Nee, ga je wel vast? Als in twijfel. Ik zou het nog even niet of doen, want deze items op dit vastlijmen. Oh, dat is misschien wel. Ja, want ik met mijn camera wil ik nog wel eens schuiven met dit soort dingen. Oké. Ik denk dat dit nog wel eens. Dat zou je verder zijn. Kunnen. Zo. Ja. Dit is toch bizar dat ik hier sta in mijn eigen badkamer in Amerika. Oh my god. Kindjes liggen op bed. We hebben echt super leuk samen voorgelezen voor ze. En oh god, dat was zo cute. Mila durft nog niet helemaal in haar hoog bed. Ja, het is toch wel een beetje spannend. Dus we hebben haar babybedje toch maar neergezet. We hebben Taco Bell besteld om mukbang op te nemen. Ik zou ze eigenlijk met Claire filmen. Maar toen dachten we misschien is het wel leuk om jullie samen te filmen. Dus dat ga ik nu doen. Oeh. Dus ik ga me nu... Ik heb gedoucht. Ik heb mijn jurkje aan. Hier wil ik ook een foto maken voor het huis. En dan ga ik even mijn haar door, make-up. Gaan we zo filmen. Mijn huid reageert niet perfect op al die... op al die... cream blushes, helaas. Sorry, maar dit is echt heel bizar dat ik in mijn eigen huis in Amerika sta te glammen aan mijn eigen vanity. En jeetje, ik kan het nog niet helemaal beseffen hoor, jongens. Het is wel even een momentje.
Oh. Oké, okay, glam zit erop. Even, maar dit is toch... Oké, ik ga deze opdoen nu. Want ik heb hiermee gedoucht. Ook met die paar ongelukken douchegel, zeg maar. I swear to God, guys. Dit is echt heel bizar. Ik krijg een beetje imposter syndrome van. Allemaal, wat gebeurt er hier? Oké. Dit is een testshot. Oh, 5 minuten. Die achtergrond. Oh my God. 5. Ja. Dennis is er met 5 minuten. Oh, oké. En dan is het eten er ook. Toppie. Dus dan... Oh my God. Oké. Okay. Mensen die het brand houden. Tuurlijk. Gewoon grote groepen een beetje brand houden. Ja, wij gingen de tuin gewoon. Hey guys. Hey guys. Gregor komt net met deze stokjes uit de vriezer. Ik geef deze even. En hij zegt, waarom ligt het in de vriezer? Ze zeggen, ja, want het schijnt dat je het dan weer, aan kan zetten. Yeah. Dat je hem kurkt. Staat hij zo. Pakt hij die stok. Ik ga vlog afsluiten hier, want... Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen!